Kensenhuis spraken wij over de voorgesprekken die er nu gevoerd worden om te komen tot het nationaal dialoog. Wat is zijn zienswijze? Wat vindt hij hiervan? De parlementariër reageerde er als volgt hierop. Nationale dialoog of crisismanagement? Nou, je gaat van beide kanten uit. Nationaal dialoog is een voorstel dat er iets was gedaan in 2022 door de voorzitter van de NDP, de ex-president, de heer Bouterse. Die had toen al aan de regering een voorstel gedaan om te komen tot een dialoog. Een dialoog met alle stakeholders om te praten vooral over de crisis waarin Suriname toen al was en nu nog is. Dus de regering heeft wederom aangegeven dat ze gaan voor een nationaal dialoog. Ik geef de regering het voordeel van de twijfel, want anderen zouden zeggen van kijk hoe lang al er gesproken wordt. En er is gesproken over vooral de zorgpunten, de pijnpunten. En daar gaan we nu weer praten. Maar ik zeg, laten we ingaan op deze mogelijkheid om wederom te praten, om wederom de pijnpunten aan de orde te stellen. En de hoop is dat de regering heel serieus omgaat met wat de verschillende stakeholders hier aan de orde stellen en die pijnpunten meenemen en verder verwerken in beleid. Dus een nationaal dialoog is in dit geval niet, je zou niet kunnen zeggen, het hoeft niet. Als de zaken, net als wat de VES al eerder heeft gezegd, maar ook als deze zaken dus nu weer aan de orde komen, dat de regering toch even kijkt, hoe kunnen wij uiteindelijk gezamenlijk, nationaal, de crisis aanpakken waarin ons land verkeert. En dan is er inderdaad, niet is er inderdaad, we moeten in feite kijken naar een crisismanagement. Want dat is wat we op dit moment niet hebben. Wat we hebben en wat we zien is dat we doen aan symptoombestrijding. Maar alles wordt moeilijker. We proberen crisis te bestrijden. We zeggen we komen uit die crisis. Maar we zien dat direct al helemaal uit is. Toch zoals hoe de vakbeweging het aangeeft. Prijzen blijven omhoog gaan. Zeker van eerste levensbehoeften. Het leven is duurder geworden voor die samenleving. Wat we kende als middenklasse, die hebben we vandaag niet meer. Je bent arm of je bent rijk. Toch, mensen komen helemaal niet meer uit. Toch, de prijzen blijven stijgen. Onze munteenheid, die SRD. Niemand, je kan mensen niet meer zeggen van we moeten sparen in SRD. Want onze munteenheid, die waarde blijft verminderen. Toch, dus koers is, in feite moeten we zeggen, die koers is helemaal op hol geslagen. We kunnen het niet meer bijhouden. Er is geen koersstabilisatie. Er is geen prijsstabilisatie. De president heeft aangegeven vorig jaar licht in de tunnel. Maar we zien nog geen licht. De president had ook aangegeven, we komen uit die crisis. Maar het lijkt alsof we nog dieper in die crisis terecht gaan. Dus we moeten nu in feite komen bij het punt van crisismanagement. En daarom is het toch wel van belang dat we toch die nationale dialoog hebben. En dat we dan uiteindelijk met alles wat aan de orde wordt gesteld, die pijnpunten die de verschillende stakeholders aangeven, dat we als regering, dat de regering in feite middels crisismanagement moet kijken hoe de zaken worden verwerkt en hoe de zaken worden uitgevoerd. We moeten dus nu in feite gaan naar lastenverlichtende maatregelen voor die samenleving. We kunnen die verzwarende maatregelen niet meer aan. En we hebben al gezien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Brandstofprijs is sterk omhoog gegaan, is gestegen. En wat hebben we gezien? Dat die
samenleving uiteindelijk is gaan demonstreren. Het is een vreedzame demonstratie geweest. Maar je ziet wat het gevolg is geweest van die vreedzame demonstraties. Uiteindelijk hebben we plunderingen gezien. Dus je ziet dat sma, ook toe ben de drapessa, op angri, sma sa, noma moro. En op een of andere manier hebben ze hun woede laten merken, laten zien. Weet je, dus ik denk dat de regering heel serieus moet kijken naar die demonstratie van 17 februari, jongsleden. De gevolgen van die demonstratie. En uiteindelijk dat de regering moet gaan luisteren. De regering moet een luisterend oor hebben voor die noden waarmee mensen op dit moment geconfronteerd worden. En aan de grap, we moeten dus niet meer gaan kijken naar vorige regering. Want dat brengt moet je niet naar Parijs. Alles is vorige regering, maar dan heb je het probleem niet opgelost. Ik denk dat we wisten, toch? Als we zeggen van vorige regering heeft het niet goed gedaan, dan wist je dat de vorige regering het niet goed heeft gedaan, toch? En daarom ben je ook de verkiezingen ingegaan, campagne gemaakt. Dus je weet om en bij waarmee je geconfronteerd zou worden. Dus nu moet je niet komen doen alsof dingen onbekend zijn. Maar was het zo moeilijk? Want als we kijken naar de inflatiecijfers in 2018, 2019, en je zou die inflatiecijfers vergelijken met 2020, 2021, 2022, dan is er een heel groot verschil. Toch? Die inflatie is sterk gestegen ten opzichte van de vorige jaren. Nu al kunnen we zeggen, die inflatiecijfers van 2023, dan zijn we pas in februari 20, nu zijn we in maart 2023. En dat zou je moeten vergelijken met 2022. Daar is er ook sprake van een sterke stijging. Toch? Dus alles is bijna achterhaald. De regering komt met een maatregel van koopkrachtversterking. En iedereen zou moeten zeggen, hoera, oké. Koopkrachtversterking van 1800 SRD, maar het bedrag is toch achterhaald. Als we kijken naar de prijzen van eerste levensbehoeften vooral, wat kan je met de 1800 SRD doen? Dus het bedrag is achterhaald. Toch? Er is een discussie over minimumuurloon. Er wordt zelf gesproken over armoedegrens. Wel, op basis van, als je kijkt naar de inflatiecijfers, als je kijkt naar de wijze van hoe de prijzen op dit moment zijn in de verschillende winkels, supermarkten, als je kijkt naar de wijze van hoe je moet leven in het land op dit moment, dan is die armoedegrens al dicht bij de 15.000 SRD op maandbasis. Toch? Dus als er nu wordt gezegd, we gaan een minimumuurloon vaststellen en het minimumuurloon bijvoorbeeld verbinden aan armoedegrens, dan is het in feite mijn inzien niet correct. In feite zou je eerst de armoedegrens moeten vaststellen en dan zou minimumuurloon daarvan moeten worden afgeleid. Dus als je nu zou zeggen van ik ga met bedrijven mogen werknemers ongeveer 30 SRD nu betalen. En dat men dus in feite als je op basis van die berekening kom je op 5000 om en bij nog op maandbasis. Dan leven deze mensen sterk in die armoede. Ze komen gewoon niet uit. Toch? Dus het leven is tof. Het leven is op dit moment hard. En daarom vind ik het belangrijk dat die regering dialoog heeft met iedereen, nationaal, en dat de regering niet alleen een dialoog heeft, maar gaat luisteren naar die pijnpunten en die pijnpunten gaat verwerken. En ik denk dat een van de outcomes uit zo'n dialoog moet zijn dat men moet gaan kijken hoe men die crisis waarmee we thans worden geconfronteerd, hoe we dus uit die crisis zullen komen, hoe wordt die crisis gemanaged. Hoe gaat men die crisis in feite brengen op het niveau van beheersbaar? Want nu kan je niet vasthouden. Het wordt steeds erger. En dat is waarmee we geconfronteerd worden. En daarom vind ik het van belang dat we met elkaar gaan praten. Dialoog. En dat we uiteindelijk maatregelen gaan treffen die enigszins verlichtend kan werken op
onze samenleving.